Dames en heren, een bijzondere goedenavond. Ik hoop dat u geniet van deze feestelijke bijeenkomst. Het spijt me enorm dat ik er niet bij kan zijn. En ik had me zo op het toetje verheugd. Het Leerorkest is geweldig blij dat de Nederlandse Rotary zich inzet voor muziekles op de basisschool. De Rotary-website over kinderen en muziek maakte heel duidelijk waarom kinderen zo ontzettend veel baat hebben bij muziekles. We hebben allemaal gehoord van onder andere professor Erik Scherder dat muziek een geweldige verrijking is, een fantastische training voor het brein. En muziek maken is zoveel meer. Plezier, samenwerking, discipline, trots. Kinderen groeien enorm door een muziekinstrument te bespelen en als zij vervolgens ook nog samen spelen in een orkest. Een leerorkest op de eigen basisschool geeft alle kinderen die kans. Wij zijn enorm dankbaar voor de hulp en enthousiasme van Willem van der Mark en voor de fantastische acties van onder andere Rotary Amsterdam Minerve, Amsterdam Sloterdijk met Stichting Rotter Kids, Rotary Club Amsterdam Arena en vele anderen. Met de opbrengst van deze acties kunnen wij honderden kinderen muziekles geven op school. Het Leerorkest begon 10 jaar geleden in Amsterdam Zuidoost, waar veel kinderen van huis uit nooit de kans krijgen om een viool te leren bespelen, of cello of klarinet. Maar dat geldt ook voor heel veel kinderen in heel Nederland. Het nieuwe instrumentendepot Leerorkest is dan ook landelijk actief, om van Groningen tot Maastricht de scholen te kunnen helpen met muziekinstrumenten. Rotary heeft de handschoen opgenomen en zorgt ervoor dat er weer aandacht is voor muziek op school, zodat het een volwaardig onderdeel wordt van het basisonderwijs, ook bij u in de buurt. U kunt rekenen op al onze support om dat doel te bereiken in heel het land, zodat ieder kind kan groeien met en door muziek. Ik hoop dat dit het begin is van een prachtige samenwerking en dat wij samen nog veel inspirerende acties zullen ondernemen. Een fijne avond en graag tot ziens.